september. Dat is maar een dag, hè. Ja, dat is een dag van de klant, hè. Ja, en ik doe mijn commissies bij de zelfstandigen, hè. Ik heb mijn winkeliers, goeie marchandise, goeie service. En dan krijg ik deze jaar bij zo'n roos zo'n krap dingetje om te winnen, hè. Dan kan ik krabben als de beste, hè. Maar niet gewonnen heb ik nog nooit, hè. Je gelooft het niet! Ik heb gewonnen! De Vlaamse Dag van de Klant, met 250.000 luxe posters en prachtige reizen. Een organisatie van het NCMV. Alles hierover in één voor iedereen. Na het journaal brengt TV2 vanavond de documentaire Onze Oorlogsbruiden in Amerika. Over Vlaamse vrouwen die vlak na de oorlog met Amerikanen trouwden. Om 9 uur kunt u kijken naar een programma van de Katholieke Televisie en Radio Omroep. En Couleur Locale sluit af om 10 uur. Op TV1 kunt u getuige zijn van de terugkeer van de populaire Britse politie-inspecteur Wexford. En voor de rest uitsluitend werk van eigen bodem. En dat begint al om 8 uur met de tweede aflevering van Klein Londen, Klein Berlijn. De Duitsers zijn België binnengevallen. Mark wordt opgeroepen en zijn vrouw Margriet blijft alleen achter. Charlie houdt zich ondertussen bezig met de opvang van vluchtelingen. Om 9:10 gaat dan, zoals gezegd, Wexford aan de slag in de Ruth Randall Mysteries. Een dame van 92 komt om het leven. Niemand vindt de zaak verdacht, behalve een bejaarde helpster die vindt dat Wexford de zaak maar eens goed moet onderzoeken. In NV De Wereld zien we hoe in de Zwitserse stad Lausanne rolschaatsers het verkeer onveilig maken. En ook gaan we naar een onthaalklasje in Kortrijk, waar 20 kinderen van 16 verschillende nationaliteiten bij elkaar zitten. Sportweekend is er om 9:15 en meteen daarna ziet u Vandaag. Vandaag is de bevrijding gevierd. De klemtoon lag nu op Brussel. Sarajevo is erg onveilig. Misschien moet de paus zijn reis uitstellen. De Zuid-Afrikaan Albert Heijn blijft wereldkampioen motocross in de kwartliterklasse. Goedenavond, dames en heren. De plechtigheden rond de bevrijding van België een halve eeuw geleden concentreren zich vandaag op Brussel. De hoofdstad werd op 3 september 1944 bevrijd door de Britten, onmiddellijk gevolgd door de Belgen van de brigade Piron.